Vroeger als ik met de band als ik op het podium kwam, wie idee wel, eens dat de band begon te spullen en ik kwam er eraan en schreef het hele volk al of niets aan. Snap je dat? En dat is hoe dat, dat, dat groeit gewoon wel. Maar het is wel zo, dan moet je wel met leren leven. Als je zoiets erin geplant hebt, dan moet je niet die zeggen, we komen hun weer aan. Nee, ik ga ergens spullen en dan zit ik de hele avond op het podium en dan moet ik in en naar het toilet dan loop ik door de zaal heen. Dan moet ik me door de mensen heen wringen. In die tijd een biet toilet komen en, in een bij en dan pakken ze zo biet de scholder en zeggen ze, Hein, zeg eens een keer of niet aan. En dan zeg ik, of niet aan. En dat gebeurt zo twee of, of vijf of keer onderweg wel. En dan moet je niet schuwen. En dan zeg je, ah, ga weg met de niet aan, dan ben je de plank mis. moet je gewoon blijven doen natuurlijk. Ja, dialect, dat is mijn leven. Zo praat ik. Ik praat ook altijd dialect. Overal waar ik kom. Ik ben in de grootste studio's geweest van Nederland. Ik zeg, ga ik hier geen dialect meer praten, dan ben ik meteen weer thuis. Zo werkt het gewoon. Ik ben de dialectman en dan houden we Nou, ik heb al een hele hoop leuke dingen gehad. Wel, ik vind zo, ik uh, train nu op, wat ik zei, met orkestband. En de planning is 40 en ik had de vorige jaar 70. Dus ik vind het allemaal hartstikke leuk. mag van mij zo blijven. Ja, en als het 100 worden, is het dan erger of is het dan ook nog steeds leuk? Nou, gewoon, tuurlijk. Ik ga gewoon deur. Had hier dadelijk gezegd. ik heb 10 partijen vroeger en dan. Uh, stalkloor of niets aan. Zeg ik, ik kom er eraan. En leeftijd, is dat een beperkende factor of is het alleen maar wijsheid? Nou, bimino tot, tot op heden nog niet. En ik hoop dat er nog even zo blijft. 68 is niet niks natuurlijk. En ik ben een paar keer kuppig ziek geweest. En uh, daar ben ik goed weer bovenop gekomen en uh, ja, ik doe dit gewoon. Ik vind dit fantastisch. Ik ben nog beroepsmuzikant. Wie kan dat zeggen om je leeftijd?